volle bak bij je. Het is de derde honingkamer. Kijken of ze daar begonnen zijn met bouwen. Ja. En er zit zelfs al een beetje nectar in. Ik laat hem heel even zien. Kijk, die zijn ze al mooi aan het uitbouwen in de derde honingkamer. Ze is echt een sterk volk. Samen. Deze heeft drie honingkamers. Eén honingkamer zijn ze al aan het uitbouwen, de bovenste. De onderste twee zijn honingkamers die uitgebouwd zijn. En ook al gedeeltelijk gevuld met nectar. En we tillen ze er even alle drie. Deze twee samen af. Nee, deze drie samen af. Ja. Omdat in de onderste twee darrenraad hangt. Kleine schroefjes voor bestellen. We gaan vandaag een kleine controle doen, hoe het volk erbij zit. Volledig geraam met broed. Jonge larfjes. Er komt al vrij veel stuifmeel binnen, zie ik. Ik zie al veel bijen met stuifmeel lopen. Ik zie nog geen eitjes, alleen jonge larfjes. We gaan kijken naar zwermcellen. En we gaan kijken naar de koningin, die loopt hier. Dus die is er in ieder geval. En we gaan bijen afnemen voor een varroa besmettingsmeting. Dat doen we 3 keer per jaar. Dit is de eerste meting, eind april. En dan kijken we hoe de varroa zich ontwikkelt in de rest van het jaar. Of dit volk, zeg maar, de varroa terugbrengt. Of dat dit volk de varroa juist laat groeien. Zoals de meeste volken dat doen. Dan kunnen we dus spreken over varroa resistentie of niet. Ja, ik zie hier heel veel larfjes en eitjes. En die larfjes liggen niet echt vet in het sap. Dat is jammer. Maar dat zal de komende dagen gaan verbeteren. Nu ze eindelijk weer kunnen vliegen. En je ziet, ik zie vrij veel stuifmeel in het volk. En toch zijn die larven niet goed in het sap. En dat komt omdat dat stuifmeel wat ze opslaan, ja, dat is eigenlijk meer een noodvoeding. Voor de echte goede voedersappen hebben ze gewoon vers stuifmeel nodig. Die opgeslagen stuifmeel is echt, noodvoeding. Dat gebruiken ze wel, maar dat levert lang niet zoveel op als verse stuifmeel. We gaan darren afnemen. Dat doen we door... Ik doe het even hier. Normaal doen we het naast de kast. Dat past natuurlijk net niet. Maar voor de camera schuif ik deze eventjes op. Dat jullie het kunnen zien. Deze moest eigenlijk ook nog één plek opschuiven. Dus dat komt eigenlijk goed uit. Dan ben ik eigenlijk dubbel bezig. Want ik had net de koningin al gevonden. Dan moet ik er weer zoeken. Want we schudden één raam met bijen af. En dan nemen we een bakje bijen. Dat zijn ongeveer 150 bijen. Ik durf wel te zeggen dat de koningin hier niet loopt. Nog één keer kijken. Ik heb haar net op een ander raam zien lopen. Maar dat zegt niet altijd alles. Want ze stappen nogal snel over op een raam. Ja. Wat we doen is, we nemen één raam met bijen. Neem één raam met bijen. Die scheppen we vol met bijen. Zo. Goed gevuld. Dan doen we gelijk een dekseltje op. En die bijen die sterven binnen een minuut. Slapen die als het ware in. Door een hoog CO2-gehalte. Raakt ze als het ware in coma en dan sterven ze snel. En dat is jammer, maar dat moeten we doen om het volk te kunnen meten. We schrijven het nummer van de kast op en de datum. En de locatie. Dus hier staat H536 op en dat betekent Hummelo kast 536. En die bijen gaan we dan wassen in een... Met een speciale schutmachine, dat laat ik nog wel even zien.
zodat we kunnen bepalen hoeveel procent van de bijen hier mijten hebben. En daarmee kunnen we de hele mijtenbesmetting het jaar door volgen. Lekker. Datzelfde doen we nog een keer met bijen uit de honingkamer. Zo. Want we doen tegelijkertijd een onderzoekje of het nou uitmaakt of je bijen uit de honingkamer neemt of bijen uit de broedkamer. Want bijen uit de broedkamer nemen is toch meer werk, omdat je elke keer de koningin moet zoeken. Maar we willen zeker weten dat we betrouwbare getallen hebben, dus we gaan het gewoon een keer proberen. Ik weet dat Randy Oliver doet dit. Die neemt altijd de bijen uit de honingkamer. Een beetje weinig bijen gepakt. Oké. En die test daar zetten we dan ook weer een H onder, dat we weten dat is honingkamer. De rest van de bijen gaat terug. En dat was hem voor deze. Nou, je ziet dat het een sterk volk is. 3 honingkamers vol met bijen. Veel broed, maar toch geen zwermdrang. Dus dat is eigenlijk wat we willen zien. Dus het is eigenlijk een heel fijn volk om mee verder te gaan.